Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Deze Frits heeft zich eigenlijk alweer uitgekleed. We hebben Jordi weggebracht. Sam weggebracht. En we zijn even naar de winkel geweest voor het avondeten voor vandaag. Oh, mooi verhaal. En om 12 uur moeten we weer Sam opgehaald hebben. Dus de week is weer begonnen. Nou dat. En ja, dat. Vandaag doe ik een beetje rustig aan. Heb ik wel verdiend. Met al die drukte. Komend weekend hebben we het weer druk. Dus we doen het gewoon even lekker rustig aan deze week. Mag ook wel, toch? Na volgende week. Dus ja. Ondertussen zit hij, je hoeft te aaien. En doe ik even helemaal niks vanochtend. Inmiddels hebben we Jordi opgehaald. Die zit daar. Daar zo. Daar. Is een Garfield gebeuren. Hij heeft gezwommen vandaag. Ging goed. Sammy ligt te slapen. En Liam die heeft een dekentje aan Sammy gegeven. En hij wil lekker bij Sammy gaan liggen. Vind je dat lekker? Samen liggen. Goed zo. Het is echt puur toeval, hè, dat hij dit wil. Ik heb net gezegd, hij wil dit gewoon heel graag. Dus we gaan hem gewoon lekker laten liggen. Als hij dat graag wil. Prima. Als je met Sam maar rust laat. En dat weet hij. Een hele goede morgen. Het is 7:45. Kindjes zijn bijna aangekleed. Jordi moet ik nog doen, maar die doen we altijd op het laatste moment. Niels is werken. En mijn slijmbeursontsteking is terug. Ik kan mijn arm, dus die arm, ik kan mijn arm niet meer dit. Dat gaat niet. Ik kan mijn auto rijden hoor, want dat is gewoon voor je uit kijken. Dus dan heb ik er niet zoveel last van. Oh, ik heb wel makkelijke kleding aan. Ik kreeg zelfs mijn BH niet aan vanochtend. Dan moet je allemaal van die rare capriolen uithalen om zo'n ding aan te krijgen. Dus ja. Maar goed, ik moet om 11:30 moet ik Sam al ophalen. Want ik heb om 12:00 een telefonische afspraak. Niels is daar in persoon. Sam is laatst bij de psychologe geweest. En ze gaat nu haar bevindingen geven. Dus ik ben benieuwd. Ik ga even mijn schoenen aandoen. En zorgen dat alles en iedereen klaar is om weg te gaan. Alles zit op school wat op school moet zijn. Over 2 uurtjes heb ik alweer Sam opgehaald. En het voordeel is dat het zeg maar een slijmbeursontsteking is. Dus ja, ik kan mijn arm niet zo doen. Dat gaat niet. Maar ik kan wel alles voor mijn neus doen. Dus dat kan ik wel gewoon. Dat. Dus dat is het voordeel. Dat ik dat wel kan. Dus ik kan auto rijden, ik kan gewoon alles verder. Alleen, zeg maar, als ik iets zeg maar, op moet tillen of wat dan ook, dat gaat niet. Dat gaat echt niet. En het voordeel is dat Jordi tegenwoordig niet echt meer opgetild hoeft te worden. Dus dat is het voordeel. Maar goed, hè. Het is zoals het is. Ik heb even wat gegeten. En even rustig aan doen. Dat. Inmiddels hebben we deze grote vent alweer als hond gehaald, hè? Ja! We hebben goed nieuws. Sam gaat ook naar het schooltje waar Liam heen gaat. Wanneer en hoe weten we niet. We hebben nou, zijn we aan het regelen met de verwijzing. Doet het bureau helemaal niks zeg maar verkeerds aan. Die schrijven dat gewoon uit, want het is al bekend. Dus ja. Hoi. We hebben nu officieel van de psycholoog te horen gekregen dat dat de beste optie is. Niet bij Liam in de groep natuurlijk, maar in de groep daarnaast. Daar zitten kinderen met dezelfde problematiek als dat hij zit. De vrouw die de psycholoog is, die heeft ook 30 jaar daarop
dat schooltje gewerkt. Dus die weet precies hoe en wat. Dus die weet ook precies welke groep exact goed zou zijn. Dus ik ben blij. Geeft rust. Geeft rust. Dan komt hij eindelijk op een plek te zitten waar dat hij goed geholpen wordt. Je zit ondertussen een scheet op mij te laten. Ja, maar het geeft ons in ieder geval rust. En we zijn blij. Heel blij. Appel? Ik krijg geen appel, want dat eet je niet. Appel! Het is auto. 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 Goed zo, Liam. Auto. Auto. Nou, dat. Hallo. Ik heb geen... Hallo, ik ben niet doof. Auto. 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 Goed zo, Liam. Auto. Hey. Dat is niet de bedoeling. Wel lief dat je het hem geeft. Ja, kom maar. Mama kusje geven op je hoofd. Kom hier. Mama kusje geven op je hoofd. Ja, goed zo. Je had hem al gedaan, hè? Ja, doe een kusje geven aan Liam dan. Een hele goede morgen. Sam is alleen thuis. Adabadoo! Sammy! Hallo, Sam. Hallo. Hallo! We hebben wel een heel leuk nieuwtje, want Sam, die is van de fles af. Sam wil geen flesje meer drinken. Hi. Hi, groot vent ben jij, hè? Sammy, hè? Ja. Hiep hoi. Hi. Hiep hoi! Oh, en mijn schouder die doet nog steeds auwie. Maar met een beetje rust en roeren in een pan, dan komt het wel goed. Ik heb iedereen opgehaald. Liam is daar. Jordi is licht te slapen. En Sammy ook. Dus ik heb nog even lekker rustig. Liam die had het allemaal goed gedaan op school vandaag. Hij was super lief geweest voor andere kindjes. Dus dat is echt fijn om te horen. Jordi had vandaag ook wel een oké dag. Dus ja, ik ben er blij mee. Ik heb al oorbellen sinds dat ik een jaar of 2,5 zoiets ben. En ik heb heel lang al die, hoe heet die dingen, die knopjes in. En ik maak ze ook wel schoon en zo. Maar op een gegeven moment zit ze gewoon te lang in je oor. Maar ze zijn een beetje aan het ontstoken, mijn oorgaatjes. Dus ik zeg tegen Niels, het is tijd voor andere oorbellen. Dus Niels die zei, nou dan bestel je wat je leuk vindt. Dus ik heb deze besteld. En ze waren nu bij de Lucardi in de aanbieding. Dus ik had echt zoiets van, ja, ik vind dit leuk. En ik heb deze besteld, deze platte. Deze ring had ik al. Maar ik heb ook die onderste twee besteld.
Dus de knopje en de, die steentjes, die heb ik ook besteld. Want ik, ik draag dat gewoon graag. Alleen, ik heb dat al heel lang niet meer gedragen, omdat ik natuurlijk kinderen heb gekregen, et cetera. En zijn we eens van, nou, dan bestel je dat als jij je eigen er prettig bij voelt. Dus dat heb ik gedaan. En daar heb ik dus andere oorbellen in. En ik ben er wel blij mee. Ook met deze ben ik ook blij. Dit is toch weer iets, hè. En ik ben ook wel weer afgevallen en weer wat aangekomen. Weer wat afgevallen. Met zwangerschap, vocht en alles vastgehouden. Dus ja, echt een ring kopen heeft ook niet echt veel nut. Dus Niels die zei ook van je zit nu op je gewicht weer. En je houdt niet veel vocht vast momenteel. Dus bestel je ring. Nou, deze had ik al. Deze. Maar die had ik dus. Als ik die op mijn ringvinger doe, dan valt die af. Dus nou ja, mijn trouwring pas ik ook niet meer. Dus Niels vond dit wel een heel mooi idee. Op dit moment is Niels nog onderweg naar huis. Dus file. En ik zit hier met Jordi. Die andere twee van de Bambix-bende, die zitten gewoon lekker aan tafel. Ik zit hier nu met Jordi. Jordi die kan momenteel even niet vastzitten, want hij heeft echt buikpijn. Daarom gaat hij ook zo staan. Dit is voor hem een soort van hè, ontluchten. Als in dat. Ga je nou scheten laten? Zie je? Maar dat is voor Jordi dus gewoon een dingetje. Dus ik ga die discussie met hem dan ook niet aan. En ik laat hem gewoon lekker zijn eigen dingen even doen. Maar ondertussen geef ik hem gewoon eten. Dus dat is helemaal prima. Ik heb ondertussen een podcastje aanstaan. Om gewoon lekker mijn eigen ding te doen, zeg maar. En hij is Boomba en juffrouw aan het kijken de hele tijd. Dus lekker laten. Maar hij heeft echt behoorlijk wat buikpijn. Vanavond gaan we hem ook weer helpen. Dus dat. Hallo? Ga je eten? Ja. Echt waar? Dat je vroes weer staan dansen. Dus dat is wat ik nu aan het doen ben. Maar dat is dus ook de reden waarom dat hij soms niet in de stoel zit. Omdat hij dus buikpijn heeft, dan kan hij niet vastzitten. Dan moet hij rechtop blijven zitten. En dat is gewoon niet lekker als je buikpijn hebt. Vindt niemand lekker als je buikpijn heeft. Hier, balletje. We waren van het weekend nog bij de IKEA geweest. En ik had balletjes meegebracht. Dus ik zeg tegen Niels, je komt toch keilaat thuis. Ik zeg, dan eten we vandaag wel gewoon frietjes en zo'n balletje. Ik zeg, en dan doe ik morgen wel de macaroni maken die ik wou maken. Ik zeg, dat is helemaal prima. Ik zeg, maar dan heb ik daar in ieder geval, hè, hebben de kinderen gegeten. Want macaroni eet ik het liefst waar Niels bij is, omdat er nog wel eens mee gegooid wordt. Dus dat. Wij gaan even verder. Hij is bijna klaar met eten en dan krijgt hij nog drinken. En dan gaan we het zien. Oh, ik heb net Sam opgehaald. Maar ik ben van tevoren even naar de stad geweest. Tering. Oh, echt. Ik heb even moeten haasten. Maar dan heb je ook wat. Ze hadden namelijk van de week een pakketje. Zou eigenlijk vanaf 11:50 kunnen komen. 11:20 stonden ze hier dus blijkbaar al aan de deur. Maar goed, hè. Dat terzijde. En toen had ik zo'n half staartje in. Maar ja, hè. Op een gegeven moment waait het zo hard. Dat je gewoon... Dan staat mijn goede gedrag. Dus ik heb allemaal glit in mijn haar. Even hier zo neerzetten. Kan niet anders, sorry. Ik had de vraag gekregen van hoe lang mijn haar nu eigenlijk is. Nou, het is niet super lang hoor. Het valt op zich nog wel mee. Maar ja, jullie kennen me natuurlijk met haar dat heel kort was. Maar in principe, dit is de lengte nu. En ik heb mega veel haaruitval. Kijk, dit is, ik heb maandag mijn borstel nog geleegd. Dus echt gewoon niet grappig. Maar
Ja, dit is dus hoe lang mijn haar is. Het is ietsjes langer als mijn schouders. Maar ik heb natuurlijk slag in mijn haren. Ik heb hier niks aan gedaan. Ik heb geen staart in gehad, niks. Ik heb slag in mijn haren. En als ik er echt iets mee zou doen, zou ik er zelfs krul in kunnen krijgen. Maar ik denk niet dat ik dat wil. Ik heb al producten daarvoor. En ik weet ook wel een beetje hoe ik het moet doen. Niet helemaal goed. Maar ongeveer. Maar goed. Dat is dus hoe lang mijn haar is. Niet super lang. Ik heb wel eens het idee dat jullie denken dat het langer is als dat het daadwerkelijk is. Maar goed, hè? Dat tezijde. Ik moet wel weer een keer naar de kapper hoor, want dit is wel wat dunner weer aan het worden en zo. Dus maar goed, hè? Het pakketje waarvoor ik naar de stad ben gelopen die ze daar hebben geplant. Die ga ik zo even openmaken. En kijk, ze hebben luiers gebracht voor Jordi. Dus hij kan weer schijten. Yes. Die ga ik straks even opruimen. Doe ik niet nu. Ik ga daar eerst even wat eten. Want dat is ook belangrijk. Dus ja, hè. En heel even mijn haar in een klemmetje doen. Want ik heb het warm. Warm van de wandelen. Maar ja, nu zijn jullie natuurlijk benieuwd wat ik heb gekocht. Dan ga ik jullie zo laten zien. Zo, dit is beter. Ik ga jullie even meenemen in wat ik heb gekocht. Ik ben vanochtend ook bezig geweest met de aanmelding voor Sam op zijn nieuwe schooltje. Dus daar ben ik ook de hele tijd mee bezig geweest. Dus ik heb hier echt van alles staan, liggen, et cetera. En ik heb ook nog iets gehaald om straks te proberen samen met Niels. Blijf staan. Volgens mij blijven jullie staan. Het is namelijk zo. Ik heb sinds mijn zwangerschappen altijd het probleem gehad dat ik, als ik mijn tanden borstel of die poetsen. En er zaten trillingen in. En er zaten trillingen in. Dan ging ik dat doen. Nou ben ik natuurlijk toen 2-3 zwangerschappen verder. En ik heb een gewone tandenborstel. Maar deze beweging begint gewoon echt lastig te worden voor mij. Als ik de hele dag van alles heb gedaan. Dus ik zei tegen Niels, ik wil eigenlijk weer een elektrische tandenborstel gaan proberen. En hij was het daar wel mee eens, want ik heb gewoon nou eenmaal niet de juiste tanden. Dus ik heb er een set gekocht. Eentje voor Niels, eentje voor mij. En gelijk deze, die borsteltjes. Het zal wel goed zijn, denk ik. Dus dat is wat ik heb gekocht. Ja, hoe ziet deze eruit? Volgens mij is deze roze. Ja, deze is roze. Met een reisding. Dat is wel handig voor als we weggaan. En zo'n ding natuurlijk. En een borsteltje. En dan natuurlijk de tandenborstel. Nou, en daarvan Niels is natuurlijk hetzelfde, maar dan een andere kleur. Niels die heeft zwart. Die heeft een zwarte borstel. En deze. En die heeft een witte bewaardoos. Dus ja, dat is wat ik gekocht heb. Ik ga ze aan de laaier zetten. En zorgen dat ze opgeleid zijn. Zodat we vanavond ermee kunnen poetsen. Ik was op tijd met de auto onderweg gegaan. Voor Jordi op te halen. Wij zeggen hier altijd in Brabant aangereden. Maar dat klinkt altijd zo raar. Maar goed, we waren dus onderweg op tijd. En deze twee etters die vonden het te lang duren. Dus die zijn in slaap gevallen. Vind ik helemaal niet erg. Maar ja, de reden dat ik dus op tijd aangereden was. Was die storm Gerda of hoe dat ding ook heet.
Die zou weet ik veel wat voor iets veroorzaken. Maar ja, bij mij in de straat is een oude boom omgewaaid. Of een klein boomke. Maar dat was gewoon een oud ding die eigenlijk al op apengapen hing. Dus ja. Maar goed, ik ga nog even wachten op Jordi. Maar ik heb hier in ieder geval 2 slapers. Lekker rustig. Ze hapt. Slaapt. Is wakker. Met buikpijn. Ja. Hij heeft echt buikpijn. Maar ja, ik heb al mijn best gedaan vandaag alweer. Dus ja. En voordat jullie je eigen gaan afvragen, hoe doet ze dat met een schouderblessure? Nou, ik zet alle zeilen bij en ik ga door de pijn heen. Dat is wat ik doe. Vanavond samen met Niels nog even goed helpen. En nou, dan zien we het wel weer. Ik ga nu even macaroni saus maken. Zodat we straks gewoon kunnen eten. En ja, dat. Ik heb een kijkboel. Baba. Maar nog 2 uurtjes en dan is Niels weer thuis. Dan kan hij me helpen. Wat ben je daar aan doen? Nee. Oh. Oh. Papa. Boks. Goed zo. Lig je daar lekker? Wacht. Wacht. Blijf liggen. Blijf liggen. Nee. Mogen we zo doen? Zo, nou hebben we het tentje. Waar is Liam nou? Hallo? Hey, daar was hij. Maar dat is wel lekker, hè? Hij wil altijd een doos van de luiers hebben. Die zitten altijd 2 in elkaar. En die wil hij altijd hebben. En dat mag hij. En als hij 's avonds naar bed gaat, dan pleuren we hem naar buiten. Hé, jongen. En zo. Heel soms maakt hij daar. Heel soms maakt hij er een tentje van. Maar hij is er in ieder geval mee bezig. Daar zit Jordi. Daar zit de andere lid van de Bambi's bende. Hey Dikkop. Hi. Lukt het? Maar dit is in ieder geval wat de situatie nu is. Oh, wacht. Hij heeft er een kussen bij gepakt, hoor. Ja. Wacht. Dan pakken we zijn telefoontje erbij. Hoppakee. Dan kan hij lekker kijken. Als je op TikTok zit, weet je wat een beetje de trend is. En dan was ik natuurlijk straks die tandenborstels halen in de stad. En ik kwam bij de bakker en toen zag ik deze staan. En dit heet de Krompoes. En ik heb er 2 meegebracht. En die gaan we proberen. Of het daadwerkelijk ook naar tompoes smaakt. Dan mag jij een keer als eerst. Oh, mag ik als eerst? Oké. Okay. Ik snap de gedachte. Ik snap zeker de gedachte. Ik kan ook net zo goed een puddingbootje eten. Ja, het is een puddingbootje met roze chocola. Ja, naar mijn idee is het dat. Het is niet zozeer dat je echt aan een tompoes denkt of zo.
Het roze is niet knapper, of ja, niet zacht, zeg maar, zoals op een tompoes. Gelei-achtig. Ik snap niet echt waar de hype vandaan komt. Jij wel? Nee. Maar goed. Maar weet je hem dan maar op, hè? Mm-hmm. Laten we dat maar doen. Maar goed. We hebben alles opgeruimd. Ik heb alles klaar liggen voor morgenochtend. Want alle drie de kinderen gaan naar school. En verder, ja. Gaan we bank hangen. Mm-hmm. Dus bij deze. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Tot de volgende.